Edwin, afgelopen wedstrijd tegen NEC mocht je invallen en verzorgde je de assist voor het winnende doelpunt. Hoe voelde dat? Ja, dat voelde goed. Sowieso de overwinning, zeg maar. Ik denk dat dat hele belangrijke punten voor ons waren in de situatie waar we nu staan. En ja, als je dan een assist geeft voor de winnende goal, dat geeft gewoon een heel goed gevoel na afloop van de wedstrijd. Je moet het dit seizoen dan vooral doen met invalbeurten. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik vind dat wel moeilijk. Veel teleurstellingen omdat je natuurlijk wil spelen en je wil belangrijk zijn voor de ploeg en voor de club. Dus dat vind ik heel moeilijk. En om dan ook gemotiveerd te blijven, ja, dat vraagt veel van je. Maar ik blijf elke training geven en ja, ik wacht gewoon nog steeds op mijn kans. Laatst had ik die kans tegen Willem II, die heb ik gepakt en ik hoop dat ik snel nog meer kansen ga krijgen. Ja, want hoe voelt het om, zeg maar, en tegen Willem II met die basisplaats en tegen NEC, als je dan minuten krijgt, dan toch ook gelijk die kansen pakken? Ja, dat is ook de bedoeling. Daarvoor wil je minuten krijgen en kansen krijgen. Alleen die moeten je wel gegund worden en ja, dat is gewoon wachten en keihard blijven trainen voor mij. Is er dan iets specifieks waar je zelf nu echt keihard op traint? Jawel, ik heb aandachtspunten op een aantal dingen. Sowieso, als je in details wilt trainen, dan gaat het om aanname, afwerken. Daar ben ik mee bezig. En op krachtgebied ben ik meer bezig met explosiviteit, wat dat betreft. Dus ja, gewoon een aantal punten, aandachtspunten waar ik mee bezig ben om jezelf te ontwikkelen. En ja, dat is natuurlijk plan van een geheel van een groter plan. Met de overwinning op NEC kunnen jullie weer iets omhoog kijken. Is dat iets wat speelt in de spelersgroep? Ja, dat was wat mij betreft wel. Ik heb het er nog niet met heel veel jongens over gehad. Maar ja, naar Twente gaan we natuurlijk ook gewoon naartoe om te winnen. En ja, als je die wint, sta je er gewoon heel goed voor. En dat geeft je ook tijdelijk afscheid naar de onderste plekken. En dat is wat we willen ook aankomende wedstrijd. Gewoon afscheid proberen te nemen van de onderste plekken voorlopig. En dan ja, met een overwinning weer terug naar Waalwijk komen. Ja, en hoe verwacht je dan dat Twente zelf een beetje gaat spelen? Ja, ik verwacht dat ze niet heel veel anders gaan doen eigenlijk dan normaal. Maar de staf heeft altijd net even wat meer details daarin. Ik verwacht gewoon dat ze hetzelfde systeem als voor afgelopen wedstrijd gaan spelen. Een stadion is volledig leeg. Is dat een voordeel om in een leeg goalsveste te spelen? Moeilijk. Ik geniet er zelf altijd meer van als het publiek zit. Maar ja, voor hun is het natuurlijk wel een steun. Dus ja, ik denk dat het voor ons uiteindelijk wel een voordeel kan zijn. Want Twente supporters zijn, voor mij is het echt een... ik vond het altijd echt geweldig om daar te spelen. Omdat het een mooi stadion is met veel publiek. Goede fans. Moeilijk. Ik denk dat we voornamelijk veel voordeel nu uit gaan halen. En ja, dat is het belangrijkste, denk ik. Dus 3 punten zondag? Ja, dat is zeker de bedoeling.